Nou, tot 30 september ging het redelijk goed. Qua bezetting natuurlijk een stuk minder, maar uiteindelijk qua resultaat ging het nog goed. En toen kwam eigenlijk het najaar, oktober, november en nu december, is het eigenlijk wel een problematisch vierde kwartaal geworden. Nou, voor de horeca in ieder geval niet. Dat is echt servicen naar de gast. En verder hopen we dat we in ieder geval nog een goede bezetting draaien in de bungalows met kerst, oud en nieuw. Zodat we toch in ieder geval onze medewerkers in ieder geval goed kunnen blijven garanderen dat we door blijven gaan. Dat klopt inderdaad. Herfstvakantie bijna volledig leeggevallen door de Duitse gast die niet kwam. Nu kerst, oud en nieuw. Het Silvester rondom de Duitse gast. Volledig weggevallen. En we draaien nu vol door op het vakantiepark, de bungalows en het hotel. Voor de kerstdagen zit het hotel goed volgeboekt. Maar in onze bungalows is zeker nog ruimte.